Ik ben Roger van Young Red Heart. Vandaag zijn we weer op pad voor Forst onder de loep. We hebben een afspraak met de regisseur van Joch, Jongeren op Gezond Gewicht, Robert Horstink. Kom mee. Eventjes. Wat moet ik? Hi Robert, kan je even kort vertellen wat je doet? Ik ben ambassadeur sport en bewegen bij de gemeente Forst. En dat houdt eigenlijk in dat ik maar één hele belangrijke taak heb. En dat is zoveel mogelijk jongeren een gezondere en sportievere leefstijl aan laten nemen. Nu ben je onlangs geïnterviewd door Forst onder de loep. Zij onderzochten maatschappelijke problemen. Vanuit jouw vakgebied, wat heb jij opgemerkt? Ik ben in die functie die ik net noemde, ben ik JOG-regisseur, Jongeren op Gezond Gewicht. En dat houdt eigenlijk in dat we gemeentebreed, dus eigenlijk met alle partijen, alle verenigingen, alle scholen, gezamenlijk, ook publieke partners, gezamenlijk proberen om het overgewicht om te zetten, de stijging daarvan om te zetten in een daling onder jongeren. Is er een ernstige stijging daarin? Ja, dat is een zorgzame zaak. In onze gemeente valt dat nog relatief gezien mee vergeleken met andere gemeenten. Toch veel buitengebieden, veel fietsende kinderen, heel veel verenigingen. Dus het valt bij ons mee, maar ook bij ons is het wel degelijk aanwezig. Ja. En is de oorzaak daarvan dus dat kinderen eigenlijk te weinig bewegen? Dus... Het is een combinatie eigenlijk van meerdere factoren. Het is het te weinig bewegen, maar daaraan gekoppeld zit natuurlijk ook een stuk voeding... Eetgewoontes, dat soort zaken. Ja. En wat is dan het gevolg daarvan als er heel veel kinderen zouden zijn met overgewicht? Ja, dat is echt de preventiekant van mijn functie. Je praat gewoon over diabetes en dat soort zaken op latere leeftijd, zorgkosten, al dat soort zaken die we eigenlijk nu al aan kunnen pakken. Naast het feit dat kinderen het op dit moment misschien nog niet zo vervelend vinden, maar dat het ook een heleboel sociale problemen met zich meebrengt. Ja. En hoe denk je dat dan kunnen oplossen? Ik doe dat vanuit mijn eigen historie en ervaring doe ik dat vanuit de sportkant. Daar heb ik ook bewust voor gekozen. Ik ben geen voedingsdeskundige. Dus ik probeer eigenlijk op een actieve manier de kinderen in beweging te krijgen. Vervolgens spelenderwijze gezonder te laten eten, informatief te zijn. Leuke praktijkvoorbeelden vanuit de sport en dat soort zaken. En vaak hebben ze het helemaal zelf niet in de gaten dat ze met kleine dingetjes al veel gezonder bezig zijn. Jij bent er zelf dus al actief mee bezig. Wat kunnen andere mensen binnen de gemeente doen om daaraan mee te helpen? Ik vind het lastig om vanuit andere functies te gaan kijken. Maar ik denk wel dat we heel veel integraal samen kunnen doen. Dus nog meer elkaar opzoeken. Nieuwbouwprojecten, toch een watertappunt meenemen. Dat soort zaken. Dus iets breder gaan denken. Iets verder gaan kijken van nou, wat zou mijn collega of een andere instelling... ook nog toe kunnen voegen eigenlijk. En mensen zelf, heb ik het niet over instellingen, gewoon de gemeente in de bevolking? Ja, de bewoners zelf, ja, dat is mijn grootste doelgroep natuurlijk. Dat is mijn doelgroep en daar ben ik helemaal afhankelijk van ouders. Dus ik kan ze beïnvloeden op school, bij de vereniging en al dat soort zaken. Daar kan ik het gezonder maken. Maar het grootste gedeelte van de tijd zitten kinderen thuis en ben je toch afhankelijk van wat je vader of moeder je op tafel voorzet. Dat gaat ook hartstikke goed. Mensen zijn heel welwillend en ik ondervind vrij weinig weerstand. Tuurlijk, iedereen heeft zijn eigen mening en ik ga daar met alle plezier over in discussie. Ja. En wat verwacht je nou van Forst onder de loep? Ik denk dat het een mooi project is om vanuit alle hoeken en inzichten waar we het net over hadden, vanuit andere functies, vanuit andere denkwijzen, om toch een gezamenlijk idee en beeld te krijgen. En dat, ja, ik vind het een heel mooi project. Dankjewel. Mine smukke bryster vækker alle søster, alle glemmer loven om det sjette bud. Mine bryster svinger, mine bapper ringer, alle løfter røret og tager stikket ud. Alle mænd bliver svage, tager sig selv af dagen, når jeg løfter styret fra min lækre hud. Alle mænd bliver svage, tager sig selv af dagen, når jeg løfter styret fra min lækre hud. En dat zijn slippers van Robert. Doet hij aan als hij klaar is met de sporten. Tippeltje, je ziet er dus al in.